kijkers van online kinderen van Nachtelijk Werk. We zijn bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspelling van dit seizoen. Goed jongens, ondanks is bijna de winterstop eraan. Ja, bijna half december dan is de winterstop. Dus er zijn nog wel een aantal wedstrijden. Eredivisie, in de keukenkampioen, divisie, Champions League moeten we natuurlijk volledig afronden. En natuurlijk begint die zijn voor het WK-kwalificatie 2022, terwijl dat EK nog niet is begonnen. De Nations League, dat is voorbij. We gaan even kijken hoeveel punten we daar in totaal van hebben gekregen. Dus ben benieuwd. Goed, wij gaan gewoon lekker kijken hoe wij de eerste divisie hebben gedaan. We zijn wel gezakt, zie ik. Ja. Punten, 31 punten afgelopen week gekregen. Dus dat is niet zo heel veel. Eredivisie 41. Dus ja, laten we beginnen met de eerste divisie. Dan moet ik op voorspelling. Ja, doen we eerst de voorspellingen allemaal. Van 23 tot 29 november. Dat is dus deze week. Ja. Dus dat is deze vrijdag, zaterdag, zon 1, 2, 3, 4, 5, 7 wedstrijden, maar oké. Ronde 14. Het is ronde 13. Die is gedaan. De 14e ronde, dat is dus... Jezus, het is 1 december en dat is... Dinsdag, dus dat is allemaal goed. Oké, Cambuur Den Bosch. Den Bosch is best wel goed. 3, 2. 1, 3. 1, 1. Helmond Jong PSV. 1, 1 maak ik ervan. Hoppa. Rode Excelsior 0-2-1-2-1-4-0-1 maak ik van 1-2 Go Ahead Eagles. Dat wint wel met 2-0. Dus week 8 van de komende week, 23 tot 29 november. En dit is dus... Kijk, deze is een maandag. Maandag, maandag, dinsdag. En deze zijn weer op vrijdag. Dus... dat komt helemaal goed, ja. Oké. Dan gaan we naar de Eredivisie. Daar is speelronde 9. Dat is van afgelopen week. Hoeveel punten hebben we daar gehad? Oh, dit kunnen we eerst bij de eerste divisie. Hoeveel punten heb ik daar dan gehad bij de eerste divisie? Dat heb ik niet... 10? Nee, ja. Wel, 10. Ja, 10e ronde. Ja. En de 9e ronde dan. Oké. Okay. Ja. Dus we moeten even kijken hoe we bij de 10e ronde hebben gedaan. Nou. 2.7.2.5.2.0.2.2.2.2.4. En deze is dus ja van afgelopen maandag. Dus... Oeh, sorry, wat zeg ik nou? Dit is allemaal... Dit is allemaal geweest. 6 november, dat is al lang geweest. 13. Kijk, deze van de 12, die... Ja, andersom. 0557002 en ja. Hier komen er dan nog 3 aan. En 13e. We hebben ook wat punten behaald.
En de 14e ronde, dat is dus van komende week. En ronde nummer 15, dat is zeven, acht. Wat is dit nou weer voor iets? Ik kan het zo nazien wanneer dat. We zitten nu in ronde 40, is nu komende week. Ik zie inderdaad 7 ook. 7, 8. Zo, 7 augustus, maar. Dat is heel raar. Ah nee, 7 december moet dat zijn. Jong Ajax Eindhoven, maar. Ja, dat is een. Ja. Vrijdag tot maandag vaak. Oké, okay, nou dat is. Kunnen wij woensdag, maar zeker dat we sowieso tot 2 december moeten invullen. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu de Eredivisie doen. Ronde. Ze hebben de 9e ronde hebben ze gespeeld. Dat was van 0 punten. 10 punten, 0 punten, 5, 5, 7, 2, 0, 12 punten. Ik dacht 3-0, het werd 1-0 en ja, geen score, dat is gewoon helemaal goed. Dus ja, we hebben een mooie 12 punten erbij. Oké, okay. Dan gaan we dus de 10e ronde voorspellen, dat is voor komende weekend. Vrijdag Twente RKC 3-0. 0-3. 1-4, 2-0, 3-1, ja, FC Groningen Willem 2, 1-0, Feyenoord Utrecht, oeh, dat is een lastige. 1-2-1. Heracles AZ. 1-3. PSV wint met 3-1. Zet die op. En ronde 11, dat duurt nog wel even. 4 december, ja. 4 december. Ja. Ja, dat kan best wel, ja. Oké. Okay. Dan. Eerste video gaat. KNVB-beker, dat zijn. Ook weer wat, kijk hier, allemaal uitgesteld. Het gaat allemaal niet door, ze zijn alle uitgeschakeld, uitgeschakeld. Uitgeschakeld gaat automatisch door, allebei eruit, allebei eruit. Die blijft, die gaat eruit, allebei eruit, NEC gaat door. Groningen gaat door, dit, ja. Allebei eruit, je kunt wel hier intikken, maar ze liggen er allebei uit. Willem 2 gaat automatisch door, allebei eruit, dat vind ik, ja. Is toch eigenlijk belachelijk dat die amateursvoetbal allemaal stil zijn gelegd en dat de betaald voetbal weer allemaal doorgaat. Dus dat is van 30 tot 6 december, ja dat gaat niet door. Hier, 14 tot 20 december. Dit is dus, ja, de competitie, de rest is eigenlijk vrijgesteld. Oh, we beginnen nou met dinsdag om 12 uur. Dat is mooi. Nee, de tijd, dat zal wel nog niet klaar zijn. Maar de datum, dat is ook nog niet bekend. Dus, goed, wij moeten sowieso weer de Champions League voorspellingen weer doen. Ook al, deze die hebben we, ja.
Dan moeten we nu die van deze doen. Gaan we die dan doen 30 tot 6 december? Ja, dat is voor volgende week. Dus gaan we die even doen. Hoe lang zijn we trouwens bezig? Toch 10 minuten, oké. 1, 2, dit is een hele 2, 2. Eerste doelpunt. Hij tegen Lewandowski. 1, 2. 2, 1. Tegen Manchester City. 1. Ah, ik maak er 1, 3 van. Liverpool tegen Ajax. Ja. Ik ga toch van 1-1. 3-1. 1-2. 1-1. 1-3. 2-1. 3-2-0. 1 tegen 3. Manchester United Paris. 1-2. Deze tegen Mbappé. Op zaterdag gaan we uiteraard ook trekken we door naar de Europa League. Die dat van komende week. Juist, dat hebben we allemaal gedaan. Dan moeten we deze helemaal. Er zijn er een heleboel. Die moeten we doen. 2-0. 1 tegen 3. Hoppa. Hoppa. 2-1. 2-0. Ja, ik ken die ploeg niet. 0-0. 1-1. 1 tegen 3. 2-0. Ja, die zijn ook op zich wel goed. 2-1 maak ik ervan. Feyenoord, die naam moet zeggen heb. 2-1. 1-0. Die ken ik niet, dus daar maak ik er 1-2 van. 1-1. 3-1. 2-2. 3-1. 0-0. 2-1. Benfica Lisbon tegen Lex Polsman. 0-1. Ja, PSV moet eigenlijk toch gaan winnen. Ik ga toch voor PSV proberen ik op 1-2 te zetten. Ik ga toch voor een 1-0 voor AZ. Ik ga het proberen. Hey, ik heb AZ verkeerd gedaan. Potverdomme nog. Ik dacht dat... ja. Dat zeg je eens. Ik ben niet goed bij mijn hoofd erbij. Nou goed. Tegen wie moet AZ? Wat erin te doen? Oh. Ik heb AZ Napoli gedaan of niet? Ja. Jongen. Nee, er komt de komende week geen AZ tegen Napoli. Dan komen ze niet.
soms fouten. Ook Europa League hebben we gedaan. De Nations League, dat moeten we even bekijken, want dat is nu volledig klaar. Ik wil even naar mijn puntentelling gaan kijken. Dus dan moeten we op statistieken kijken, want alles is klaar. Oh, dit is de statistiek als ik alles volledig goed was. Was dit eigenlijk de reguliere stand? Ajax, Feyenoord, PSV, VV, Vitesse. En dan zou eigenlijk aan mijn laatste staan ADO, RKC, Fortuna, Zwolle, Heren. Dat zou eigenlijk, als ik het volledig goed heb, zou dat zo moeten. Dan zou dit eigenlijk de punt zijn. 27. Zie je? Dus. Dan zal dit. Ja. Dan ben ik heel benieuwd in de eerste divisie. Hoe heb ik dat dan gedaan? Ik heb de Graafschap op 1 gezet. Ja, is op zich. Wel redelijk. Oké, maar ik moet op posities. Kijk. Ik heb de Nietzsche, die kan ik plus 95 gekregen. En hoe kom ik aan in één keer, boom, 95 punten? Wat heb ik ermee gedaan dan? Ronde totaal 10. Hier 5, 5 is dus samen 10. Misschien op extra. Ja, want dat is voorbij, ja. Heb ik die, ja. Extra heb ik dan Nations League extra gedaan. Die heb ik extra gedaan. Dan ga ik eens even kijken. Ik heb, dit is als volgt. Ik heb Nederland in groep 1. Heb ik Nederland op 1 gezet. Italië op 2. Polen op 3, dat klopt helemaal. Bosnië op 4, dat klopt. Oké, dan krijg je gewoon 5 punten voor. Nee, ik had Nederland Italië moeten omdraaien, dan had ik alles goed. In groep 2 heb ik België op de eerste. België is eerste geworden, 5 punten. Engeland is derde geworden, klopt dus niet. Denemarken heb ik ook verkeerd. Dirk en IJsland klopt helemaal. Heb dus ook weer 5 punten gehad. Dan in groep 3, daar heb ik alles goed. Frankrijk, Portugal, Kroatië, Zweden, dat is ook de eindtas, daar heb ik over 5 punten voor gekregen. Dus dat is dus weer 20, 40 punten. Hier! Dit is nog niet helemaal compleet. Spanje 1, Duitsland 2. Deze die moet nog, oh, er moet nog wedstrijd gespeeld, ik weet het ook niet. Hier heb ik ook weer alles goed, dus is weer 20 punten. Hier heb ik eentje 5 punten, rest 0. Hier aan 0, groep 4 heb ik dus 1, 5 punt. En dit allemaal verkeerd. Hier heb ik 5 punten, allemaal 0. Allemaal 0. Hier 5 punten, dat is het. 0, San Marino 5 punten. En in totaal punten 85. Dus zou je daarvan 10 punten zak, 95 punten hebben. Dus dan klopt dat. Dat doe ik niet aan mee. Ja, dus ik ben flink gezakt. En niet zo'n beetje ook. Goh. Zo'n 541 en nu 998. Nou, ik sta net niet op de 1000ste plek. Dus dat is... Maar op zich doen we het wel vrij goed als we 32.000 man in doen. In de eerste divisie gaat het ook niet echt al te best. Zeg 795 van de 2471. Het is 31 punten. Daarbij sta ik nu op 410. Champions League, daar doe ik het beste mee. Ja, het beste. Ja, misschien toch... bij Peter in de Eredivisie er veel beter mee doen. Maar daar, ja, je had in één keer bam 67 punten. En nu, want ze moeten volgende week weer naar gaan kijken, want dan krijg ik ook weer
punten omhoog. Dus kunnen we omhoog. We staan, ja. Dat is redelijk goed. En hopelijk doe ik het helemaal goed. Het is op 917e plek. Dan heb ik 263 punten. Ik heb... ik heb in de eerste divisie heb ik meer punten dan in de eredivisie. Ja, ik heb in de eerste divisie ook meer wedstrijden, hè, dus... Ja, dat gaat ook gelijk tegenop, hoor. KNVB. Maar hier heb ik dus in totaal 124 punten aan. Ja, ik ben eigenlijk op de 1060ste plek beëindigd. Dus dat is op zich wel prima, want ja. Ik heb eigenlijk alleen voor Nederland bij de pool van Nederland en in die groep en dan de extra voorspelling alles gedaan. Maar misschien kunnen we de volgende keer alles voorspellen. Dan haal je misschien meer punten eruit, want nu heb je 124 punten. Plus 95 erbij, dus... ja, op zich prima en lekker. Dus de komende week sowieso wel behoorlijk wat punten gaan we sowieso halen. Want dat is ook helemaal hier mooi. Want we staan, want ik weet niet hoeveel maanden we meedoen, heel veel. Sta ik op de 1118 plek. Ik ben wel gezakt. Ik stond eerst op 1150 plek, ben nu de 118e gegaan. En ik heb wel 82 punten erbij gekregen. Dus dat is op zich goed. Dus ja, die komt helemaal goed. Maar ik ga de nieuwe video's op laten, jongens. Wij zien elkaar gewoon volgende week. En dan zien we elkaar weer. De mooie, prachtige punten. Ik hoop dat er goede punten zijn. Champions League, Europa League erbij. Eredivisie erbij. Ja. En natuurlijk ook de eerste. Dus vier divisies dat wij goed in de gaten kunnen gaan houden. Dus dat komt helemaal goed. Kijk, ik ga het in ieder geval hier eens laten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan weer, jongens. Mazzel!